Laten we er niet omheen draaien. Peter heeft zijn schaapjes op het droge. De boekingen stromen non-stop binnen. En dan kan je je tussendoor best wel eens een cadeautje permitteren. Zoals twee kekke wagentjes. De eerste kan hij vandaag komen ophalen. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Ah, daar is hij. Oh. Nou, dat is niet normaal. Hij is mooier dan ik dacht. Wel, hè? Hij gaat het mooi versierd, dat moet ik zeggen. Ja, super. Een paar maanden geleden kocht hij een moddervette Rolls SUV en nog een Italiaans scheurijzer. Komt-ie. Dat is een miljoen. Nou, deal. Gefeliciteerd. Dat is wel. Plat. Ja, daar word ik nog Fox Wild van die auto. Ah, dat is top. Ja? Peter, gefeliciteerd met je Rolls Royce Cullinan Black Badge. Hatseflat. Ja, daar word ik nog Fox Wild van. Ja. Na deze auto komt er gewoon niks meer. Er is niks. Nee, dit is niks beters. Ja? Niks ding van de SUV's. Is dit de top dan? Ja. Ja? Ja. Grappa. De hond mag echt geen tampoes, hè, Peter? Nee. Dat mag echt niet. Vast niet, maar die hond vindt van wel. Oeh. Schiet ervan. Die hond schrok nog veel harder hier. Oh, schrok je ook. Kijk eens. Oh, lekker, lekker. Het is nogal goed. Ja. Ik maak snel vrienden. Ja, ik zie het. Oh, hier. We hebben een servetje en zit een beetje op zijn haren. Oh, schat, die heeft heel zijn hoofd ondergesmeerd. Ja. Grappa, kijk eens. Nou, Thijs, we gaan lekker rijden, denk ik. Dan ga ik vertrekken, want ik heb het druk. Dus goed verzorgd, dankjewel. Jullie ook top. Nou, ik draai alvast de rolls om dan, hè? Kijk maar uit dat je nergens tegenaan rijdt. Dankjewel voor de goede zorgen. Jij ook heel veel plezier ermee. Kom. Niet te geloven. Goed zo, ga daar maar mooi zitten. De hond, hè? Grappa. Die heeft er geen zin meer in. Echt terug. Ik heb een worstenbroodje beloofd. Kom, grap uit de auto. Grap. Komt hij met Basje? Komt hij met Basje? Nee, daar heeft er geen zin meer in. Hij wil er helemaal niet meer. Kom, komt hij met Basje? Jawel, daar gaat hij. Zo. Zo. Hé, hey, houdoe. Houdoe. Ja, de kleine flapperij. Kaas Achilles. Met een fonkelnieuwe tank voor de deur. Een fontein. Kan ik uren naar kijken. En in de keuken staat Nicole liefdevol koffie te veroorzaken. Terwijl Peter zich door een berg post worstelt. Nu Petertje een nieuw speeltje heeft, vindt Nicole dat zij niet achter mag blijven. Zo, kijk eens. Ah. Lekker. Ik heb eigenlijk één probleempje gehad. Eentje maar. Oh, meidje, ik heb er zoveel. Mijn auto is eigenlijk een beetje te klein. De tank. Rijden te veel. Niet de tank. Maar met die auto-stoeltjes van de kids en met die kinderen allemaal erin, en, dat werkt niet. Je gaat dan Petertje moeten luisteren, hè? Toen je deze kocht. Ik weet het. Nicole reed in een vette bak uit Beieren, maar daar zag ze er veel te veel van. Dus er moest iets exclusiefs komen. Oh, Jos staat er al. Mooie auto, hoor. Wat kost een auto standaard De vanafprijs, van de showroom? De vanafprijs is 107.000 euro. Als je snel zegt, dan is het niet veel. Nee, nee. En blij dat ze was. De eerste 200 kilometer. Tot ze erachter kwam dat hij wel krap was voor haar vier kids. Die passen gewoon niet in die Porsche. Ik heb altijd gezegd, Nicole, hè, pak een 7-persoonsauto en dan liefst zo'n Mercedes. Die is lekker veilig voor de kinderen. Hè? Als je een keer een ongeval krijgt, dan zit hij in ieder geval in een veilige auto. Nou, die Porsche is ook veilig, maar ik zie wel dat je Hannes met die stoeltjes erin, dat zo niet werkt. Maar ja, u wou deze hebben, hè? Ja, inderdaad. Dus ik zou zeggen, verkoop eerst deze en dan zullen we gaan kijken naar een andere. Ja, ik heb hem al op marktplaats gezet, dus... Huh? Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.